Hallo allemaal, leuk dat je weer op een vlog van mij hebt geklikt. Ik ben Lucinda. En... Nou, mooi hoofd in beeld. Nee, ik ben net opgestaan. Of ja, al een hele tijd. Het is nu 11 uur. Ik ben vanaf 8:30 ongeveer wakker. Opgestaan, alles. En dat komt meer omdat we deze week geen campus hadden. Dus dat betekende dat we ons gedeelte dus schoon moesten houden. Ze hadden er gisteren best wel een pleurisbende van gemaakt. En zo'n idee had ik al. Aangezien het donderdag meestal wel zeg maar de stap slash feestavond is. Ondanks corona hier. Dus ik dacht ik sta extra vroeg op. Ook al heb ik pas vanaf 10:45 les. Maar ik ben dus opgestaan. En ik ben gaan vegen. Ze zijn net weer eens controleren. En die vrouw die vond dat wij ook moesten poetsen. Of... ook de bierflesjes op moesten ruimen. Op het dak van het fietsenhok. Niet wetende dat ze geen ladder heeft. Dus nou ging ze een ladder fixen. Een keer, zei ze. Nou, dan noem ik dat we dat nu niet hoeven op te ruimen, vind ik. Lijkt me. Zeg ik verkeerd, lijkt me. Dus officieel zijn we dus eigenlijk denk ik nu klaar, gok ik. Dus ik was nu bezig met een video editen. Vervolgens heb ik daar 10:45 les. En ben ik alles een beetje op een dode gemak aan het doen. Ik heb nu vanaf thuis les. Omdat ik eigenlijk gisteren al de hele dag een beetje hoofdpijn had. Niet lekker voelde. En dat heb ik nu ook. Ik heb nu nog steeds hoofdpijn. Ben een beetje misselijk. Dus. En nee, ik ben gisteren niet op stap geweest. Mocht je het willen weten. Daarom dat ik nu vanuit thuis les volg. Ik heb netjes een mailtje gestuurd dat ik me dus niet op voelde. En ik blijf dus vandaag thuis. Thuis. Want ik moet daar mijn spullen pakken na de les. En dan moet ik met OV terug naar huis. Dus mijn ouderlijk huis. En dan gaan we weer onderweg. Ze zijn een beetje bezig aan het sporen. Dus ik hoop dat ik op tijd thuis ben. Ik hoop het. Fingers crossed. Maar ik ga nu nog heel even verder met mijn video editen. Dan heb ik daar een les. En dan heb ik een pauze tussendoor. En vervolgens heb ik weer les. En dan is het 14:45, gok ik. En dan gaan we waarschijnlijk naar het station lopen in plaats van dat we de bus pakken. Want anders mis ik op een minuut na mijn trein. En dat is een beetje jammer. Dus, maar dat zullen jullie allemaal zien. En dat komt allemaal in beeld, denk ik. Dus komt goed. Sorry, ik ben even een beetje confused. Ik dacht, weet je, ik neem even de les op. Want ja, dat is leuk voor een timelapse. Heb ik hem dus net aangezet. Het was al aan het einde van de les. Maar ik dacht, ja, weet je, ik heb nog 7 minuten. Om nou een timelapse te maken van de hele les. Dan krijg je toch weer dat ik de helft wegknip. Dus ik dacht, nou, vanaf nu tot aan half. Het is nu 23 tot aan half heb ik tijd zat. Op een gegeven moment zet ik de laptop. Dan zet ik mijn telefoon dus daar neer om op te nemen. Druk op de record button. Gaat hij alle kabels uit zijn laptop trekken en doet hij de klep gewoon dicht. Dan denk ik, ja, dan zal de les wel voorbij zijn dus. Ja, dus, maar ik heb net dus bijna 3 kwartier. Nee, ik heb net 1 uur in de les gezeten. Niet heel veel gedaan eigenlijk. Ja, opgered en een beetje geleerd over coderen van een interview en zo. Dus op zich wel wel interessant of zo. De inleverdatum wordt aangepast voor een deadline die ik had. Prima, meer tijd. Ook goed. Hij stond nou eigenlijk voor de week na de vakantie. Ik krijg een appje. Oké. Dat ging over het project. Maar die stond eigenlijk voor... in de vakantie. Nou staat hij voor een week na de vakantie. Dus nu hebben we nog de hele vakantie om er iets aan te doen. Niet dat ik heel veel tijd heb of zo. Maar we gaan gewoon plannen. We gaan gewoon kijken. En ik moet sowieso leren van mijn tentamens. Ik heb er maar 2. Maar dan alsnog moet ik leren. Dus
Ik ga nu nog heel even mijn vlog afediten, want daar was ik bijna mee klaar. Dan ga ik heel even een mailtje sturen. En dan zal het denk ik wel 1 uur zijn. Om 1 uur begin mijn tweede les. Hey, het is donker zoals je ziet. Ik heb de hele dag niet gefilmd. Maar dat komt meer omdat ik om 14:15 klaar was met mijn laatste les. Vervolgens moest ik, dacht ik, heel erg vroeg opschieten om, om aan te lopen. Dat viel uiteindelijk best wel mee. Want Rick wilde mij dat hij mij wel op kon halen. Want hij was bij familie in de buurt en hij wilde mij wel op komen halen. Dus hij heeft me opgehaald. Met zijn vader. Vervolgens zijn zowel Alicia als ik meegegaan. En we hebben Alicia afgezet thuis. Vervolgens zijn we doorgereden naar huis. En ben ik naar Rick gegaan om daarmee avond te eten. En daar heb ik nu de hele avond gezeten. Ja, aangezien Rick het nog steeds niet heel fantastisch vindt om in de vlog te komen, vlog ik natuurlijk niet met hem in beeld. Of zo min mogelijk in ieder geval. Dus daarom dat ik er ook niet echt aan heb gedacht om de vlogcamera erbij te pakken. Ik ben nu wel onderweg terug naar huis. En ik ga verder niet heel veel doen denk ik meer vandaag. Behalve misschien nog heel even een half uurtje met mijn ouders zitten. Om vervolgens naar bed te gaan. Aangezien ik morgen weer moet werken. Dus en niet zo'n heel spannende vlog vandaag. Maar ja, ik hoop toch dat je ervan genoten hebt. Ik spreek jullie daar thuis nog wel even, want dat is wel makkelijk. Dan ben ik tenminste goed in beeld in plaats van nu half. En dan meer niet half als in half in beeld, want dat ben ik ook. Maar meer als in half, als in ik ben nu meer op de weg aan het letten dan ik op de vlog ben. Dus ik spreek jullie zo. Zoals je ziet, ik ben weer thuis. Mijn kamer staat daarentegen wel zo goed als vol. Hier op mijn bed laag je zelfs nog tv's. Die zijn weggehaald, anders kan ik natuurlijk niet slapen. Ze zijn namelijk beneden aan het verven geweest. En dan moet nog allemaal drogen. Ik kan je eerlijk garanderen dat als ik te lang beneden sta, dan ik pas een kop in ga krijgen. Daarentegen is het pakketje waar ik wil binnengekomen. Die heb ik hier laten bezorgen, omdat die of net wel, net niet in mijn bezit zou komen. Nou, dan doe ik het voor de zekerheid hier, want dan heeft het meer kans om te slagen. Des heeft zeker gedaan. En hij is dus nu binnen. Hij is voor zondag, dus dat is helemaal top. Ja, ik ga me nu heel veel omkleden. En dan ga ik slapen. En dan hopelijk ben ik uitgerust voor morgen om weer te kunnen werken. Aangezien het dan een lange week gaat zijn. Ik moet namelijk... Van de hele herfstvakantie, want ik heb vanaf nu herfstvakantie. Van de hele herfstvakantie moet ik er op één dag na alle dagen werken. We hebben behoorlijk wisselende tijden, dus ik hoop dat ik het fysiek volhou. Mentaal hopelijk ook een beetje. Aangezien ik dus nog best wel veel op de planning heb staan. Als in leren, editen, alles. Dus ik hoop dat het gecombineerd gaat kunnen. En... we zullen zien. Maar ik ga me nu omkleden. Ik ga me in mijn pyjama hijsen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van de vlog van vandaag. Ondanks dat die aan de korte kant was. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Doe dan heel even een blauw duimpje omhoog. Druk heel even op de rode knopje beneden om te abonneren. Druk heel even op het belletje om altijd geïnformeerd te worden van een video die ik upload. Hieronder staat nu mijn Instagram account. Mocht je het leuk vinden, kan je me daarop volgen. En dan hoop ik jou dus morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Doeg!